We gaan ijstee maken. Echt ideaal met heel warm weer om zelf ijstee te maken. Het ideaal als je zelf ijstee gemaakt hebt met de thee die je wilt. En met de smaak en de suiker zoals je zelf wilt toe te voegen. We gaan daarvoor eerst water toevoegen. Het mandje gaan we erin steken. En we gaan warm water daarbij doen tot dat iets kan onderstaan. Ja? Zo. We hebben het warm water erin gedaan. Ja. We gaan dat hij juist onder staat. Dekseltje toe. Bij de TM6 hebben we een functie ketel. Bij de TM5 en bij TM31 kan je met temperatuur gewoon werken. Zo. 100 graden. En we gaan erop zetten. Nu bij deze thee die we gaan gebruiken, gaan we 100 graden nodig hebben. Als je liever groene thee of zwarte thee zelfs gebruikt, dat mag. Maar dan moet je wel 80 graden. Niet hoger dan 80 graden. Bij dit mag dat geen probleem zijn. Ja? Dus moet je 100 graden hebben. Zo, de 100 graden is bereikt. Nu gaan we de thee toevoegen. Ik gebruik graag de Oirti Queen Berry daarvoor. Zo. Leg ze toe. En nu heeft dat 6 minuten nodig om thee te maken. Op 100 graden, snelheid 1,5. Uiteraard, als je met groene thee werkt, is dat geen 6 minuten. Dan is dat maximum 3 minuutjes, anders wordt die bitter. Ook donkere thee is ik er niet langer dan 3 minuutjes laten doen. Zo, de thee is zo dadelijk klaar. En gaan we, de thee gaan we eruit halen en het sap gaan we eventjes verwijderen. Zo. We gaan bij de iced tea ook mango toevoegen. Gaan we de weegschaal gebruiken. En we gaan een 200-tal mango erbij doen. Dan gaan we hem een beetje zoeter maken. Ook een klein beetje afhankelijk hoe zoet dat uw thee is. Als je met heel donkere thee doet, iets meer moeten doen. Ook als je het iced tea voor jezelf of voor kinderen bijvoorbeeld. Voor kinderen ga je hem veel zoeter moeten maken. Hè. We gaan voor te beginnen 15 gram honing toevoegen en dan gaan we dat eventjes schaar maken. 3 minuten. 100 graden. Snelheid 1. Zo, de mango is klaar. We gaan nu terug de thee toevoegen die we gemaakt hebben. Zo. We gaan ijsblokjes toevoegen. Ja. En 350 gram. En nu gaan we mixen. Eén minuut. Op snelheid 10. Zo. Dan gaan we eventjes proeven.
Want TNT is 2. Of dat hem goed van smaak is, of dat we er honing moeten toevoegen of niet. Nee, ik vind hem zoet genoeg. Ik maak meestal iced tea daags voor de dag, dus 's avonds eigenlijk, voor de dag daarna. Waarom? Ik ga dit nu in de ijskast zetten om goed te laten afkoelen. Ja? Zo, de iced tea is afgekoeld. Ik heb in de kan al ijsblokjes in gedaan. Ik heb al wat muntblaadjes uit de tuin erin gedaan. We gaan er wat limoentjes toevoegen. En we gaan de iced tea erbij gieten. Nu is dat een rode kleur, uiteraard als je groene thee hebt, dat is een beetje meer een bruin-goudkleur. Dat is zoals je zelf vindt, op die manier. Het voordeel wel van zo gelijkaardige fruitthee te doen, is dat je minder suiker en minder honing er moet toevoegen. Zo, dit is mijn iced tea.